En leuk dat je kijkt. In deze video ga ik het hebben over de trouwjurk. Binnenkort ga ik een trouwjurk uitzoeken. Ik ga passen en hopelijk ook een trouwjurk scoren. En natuurlijk neem ik jullie mee in dat proces. En vandaag gaat de trouwjurk video over het voorbereiden op de trouwjurk. Dat is de eerste aflevering rondom de trouwjurk. De tweede aflevering, die komt volgende week zaterdag. Dan heb ik een Q&A met dames van de bruidsmodenzaak waar ik mijn jurk ga passen. Superleuk! Jullie mogen daar nog vragen voor achterlaten. Dat kan onder deze video. Maar ik heb ook op Instagram al gevraagd of jullie nog vragen hebben. Super bedankt als je al wat hebt gevraagd. En anders kan je dat altijd nog doen hier. Zodat we er samen een hele leuke video van kunnen maken. En de derde video wordt dan een vlog van het passen en hoe dat gaat. En misschien vind ik dan ook de jurk. Als ik de jurk dan niet vind, dan komt er nog een video. Totdat ik natuurlijk echt de jurk heb gevonden. Ik neem jullie er gewoon lekker in mee. Zoals altijd, natuurlijk laat ik jullie de jurk die het uiteindelijk wordt niet zien. En dat is natuurlijk omdat Daniel die jurk niet mag zien. En dat toch een soort verrassingselement van de bruiloft zelf is. We laten jullie heel veel zien. Heel veel persoonlijke dingen ook. Maar sommige dingen laten we niet zien. Omdat we het gewoon ook leuk vinden als dingen nog een verrassing zijn de dag zelf. Voor de gasten. Ik weet ook heel veel vrienden en familie van mij. En Daniel, die kijken deze video's. Dus het is niet leuk als ze alles al weten van de dag. En daarnaast, een trouwjurk is gewoon iets wat een verrassing moet zijn op de dag zelf. Dus dan weten jullie dat. Ja, ik ga gewoon snel beginnen. Het eerste wat me meteen duidelijk werd in de zoektocht naar een bruidsjurk is dat je op tijd moet beginnen. Soms heb je een jurk die koop je, die kan je meteen meenemen bij wijze van. Nou ja, dat zal niet zijn, maar soms heb je een hele korte leeftijd, maar soms heb je ook een iets langere leeftijd. Een jurk moet besteld worden, die moet dan weer binnenkomen, die moet misschien nog wel vermaakt worden. En ze zeggen dat het soms wel 6 maanden kan duren voordat je uiteindelijk je jurk hebt. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het zou vervelend zijn als je 2 maanden voor je bruiloft denkt, hey, ik ga de jurk kopen. En dat ze dan heel weinig opties maar voor je hebben. Dus begin vooral op tijd. Daarnaast hoor ik ook soms dat een jurk heel erg bepalend is voor ook andere dingen van je bruiloft. Bijvoorbeeld de bloemen die je kiest of de kleur die je hebt gekozen. Zulke soort dingen. Dus ja, de jurk is ook wel een belangrijk ding voor de hele dag. Dus het is fijn als je die in ieder geval al hebt. Dat is natuurlijk heel belangrijk om je budget te kiezen. Daniel en ik hebben een begroting gemaakt voor de hele bruiloft. En daarin ook meegenomen mijn kleding en Daniels kleding. Neem daar een budget voor. Bedenk hoeveel je ervoor uit wil geven. Wees je ook duidelijk naar de verkoopster. Dit is mijn budget. Hoger, meer, duurder niet. Goedkoop is natuurlijk altijd prima. Maar wees daar duidelijk in. En ga ook geen jurken passen die eigenlijk te duur zijn. Ik heb een bepaald budget in mijn gedachten voor de jurk. En daarnaast heb ik ook nog extra geld in de begroting voor bijvoorbeeld mijn haar, voor mijn make-up, voor schoenen, ondergoed, sieraden of zo. Dus hou rekening mee dat je met alleen de jurk niet klaar bent. Je kan nog een sluier doen, je moet misschien nog een hoepel en zo. Dus hou daar ook rekening mee. En dan komt het allerleukste werk. Namelijk het oriënteren en het bekijken van wat vind je mooi, wat vind je niet mooi. En ik kocht, toen we de datum hadden, kocht ik eigenlijk bijna direct dit tijdschrift. Dit is een bruidtijdschrift met mooie jurken. Ook afschuwelijke jurken trouwens. Maar goed, hele mooie jurken ook. Dus blader hier lekker door en ga lekker zitten kwijlen. Dat hoort erbij en dat is super leuk, want dan ga je echt in gedachten. Ja, naar de grote dag. Wat zou je aan hebben? Hoe zou het zijn? Dus superleuk. Ik kan je ook aanraden als je iemand in je omgeving hebt die gaat verloven of die gaat trouwen. Koop dit. Dit is echt zo leuk. Dit is echt een soort kwelboek of zo. Ja, een soort van. En dan kan je gewoon lekker gaan zoeken. Wat vind je mooi? Je kan wat dingen uitknippen. Ik heb uit dit boek besloten niks te knippen. Er was een ander klein boekje. Die zat ernaast. Daar vond ik 1 hele mooie jurk in. Dat is deze. Die heb ik dus wel uitgeknipt. Vind ik leuk om in mijn trouwdagboek. Ik heb zo'n dagboek. Als je het leuk vindt dat ik daar nog een video van maak, laat het vooral weten. Heb ik zo'n dagboek en die wil ik hier graag inplakken voor over het stukje dat ik ga passen en zo. Dus knip wat uit. Je kan eventueel ook een collage maken. Ik heb ervoor gekozen om mijn dipblad niet te knippen. Omdat ik het gewoon zonde vind. Ik vind het heerlijk om dit gewoon door te bladeren. Daarnaast kan je natuurlijk in bladen zoeken, maar ook op internet, op Pinterest. Er zijn genoeg dingen waar je naar trouwjurken kan zoeken. Superleuk. En als je gaat passen trouwens, focus je niet te veel op 1 jurk. Want dat ze precies die jurk hebben die jij hebt gezien op internet, is super klein. Dus focus je vooral op bijvoorbeeld de kleur. Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil geen wit, maar ik wil licht roze. Dat zie je ook heel vaak. Onthoud dat dan in je hoofd. Als je zegt, ik wil een soort hele strakke jurk
onthoud dat je een strakke jurk wil. En geef dat ook aan in de winkel. Maar focus je niet op één jurk. Want het zou heel jammer zijn als je die net niet tegenkomt. En dan een hele handige tip. Kijk ook naar de merken. Bijvoorbeeld je ziet een mooi jurk in zo'n bruidsboek staan. Kijk dan ook welk merk die van is. En die kan je dan laten googlen. En dan kijken welke bruidszaken dat merk verkoopt. Als je bijvoorbeeld echt een voorliefde voor één bepaald merk hebt. Ga dan naar de bruidszaak die die verkoopt. Want dat is super leuk natuurlijk als jij een zaak vol met jurken in jouw smaak hebt. En dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar een winkel. Je kan het bijvoorbeeld doen zoals ik net zei. Maar ik zelf, toen ik eenmaal verloofd was. Ja, dan zoek je natuurlijk dingen op Google en je Facebook, wat dingetjes met verloofd. En als je dat eenmaal doet op Facebook, dan krijg je allemaal gesponsorde berichtjes over trouwen. Over een trouwfotograaf, over een ambtenaar en zo. Maar ook over bruidszaken. En toen ik net verloofd was, had ik al wat dingetjes geliked van leuke bruidszaken. Verschillende bruidszaken. En ik was eigenlijk op één zaak verliefd. Alles wat ze posten vond ik mooi. En ik dacht, daar wil ik gewoon heen. Dus voor mij was het kiezen van de bruidszaak heel gemakkelijk. Maar mocht je nou geen idee hebben, Google is your big friend. Je kan zoeken op een merk, je kan zoeken natuurlijk op je budget. Als je zegt, ik wil heel goedkoop een jurk, typ dan bruiloft, outlet. En dan bijvoorbeeld de plaats waar je woont of de plaats waar je graag heen wilt. Kijk gewoon even rond, bekijk de sfeer van de website. En soms hebben ze ook de jurken die ze verkopen op de website staan. Dus kan je er even tussen kijken en denken, wauw, dit vind ik heel veel, hiervan vind ik mooi of niet. En dan weet je ook waar je naartoe kan. En maak altijd een afspraak, want het zou jammer zijn als ze geen tijd voor je hebben. Als ze bijvoorbeeld druk zijn met andere bruidjes. En jij komt daar binnen om je jurk te passen. En ze zeggen, oh sorry mevrouw, ja wij zijn super druk. Helaas. En dan moet je teruggesteld naar huis. Dus maak gewoon een afspraak. Is voor de winkel denk ik ook veel fijner. Dus. En dan het belangrijkste. Kies ook een heel goed pasteam. In al die bladen en op internet staat altijd, neem niet te veel mensen mee. Want hoe meer mensen, hoe meer meningen. En hoe moeilijker het dan is om een jurk te vinden die iedereen mooi vindt. En daarnaast neem ook mensen mee die positief zijn natuurlijk. Als je een vriendin hebt die totaal andere smaak heeft dan jij, zou ik die lekker thuis laten. En gewoon mensen meenemen die jouw smaak goed kennen en die positief zijn en die enthousiast zijn. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Ik heb natuurlijk mijn pasteam al gekozen. Het liefst had ik iedereen meegenomen. Mijn vrienden, mijn familie, mijn schoonfamilie, iedereen, behalve Daniel natuurlijk, had ik het liefst iedereen meegenomen. Maar ik heb mijn team klein gehouden met 3 mensen. Volgens mij is dat alsnog best wel veel. Want ze zeggen gewoon 1 of 2 mensen, maar ik heb gewoon voor 3 gekozen. Mijn moeder en mijn zussen, die wil ik heel graag erbij hebben en die gaan gezellig met mij mee. Superleuk, ik krijg al kriebels in mijn buik als ik eraan denk. En als je helemaal goed voorbereid bent, dan kan je natuurlijk naar je afspraak gaan. Die van mij is over een paar weken, of nu deze video online komt, iets minder dan een week zelfs. Dus super spannend, super leuk. Er komt dus een Q&A, die komt volgende week en die week daarna komt de vlog van het passen. En ik hoop dat ik die jurk vind. Ik weet het niet. Maar ik zal je alles laten zien. Ik zal je alles vertellen. Nou ja, bijna alles. En ja, ik heb er heel veel zin in. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je wat aan hebt gehad. Misschien als je zelf gaat trouwen. Ik weet ook dat heel veel volgers van mij, of heel veel, een aantal, die gaan zelf ook trouwen. Super leuk. Laat vooral achter als dat het geval is. Want vind ik leuk om ook met jullie uit te wisselen hoe jullie dingen doen. Of ja, nou ja, vind ik gewoon heel erg leuk. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk om de Q&A en om de pasvlog te bekijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!